Hoi, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je zelf een leuke ananas nail art kan creëren. Ananassen zijn super hip, je ziet ze overal. En dit is een manier hoe je er zelf eentje kan maken op een nagel. Laten we beginnen. Eerst even de oude nagellak weghalen. Ik gebruik altijd zo'n potje. En ik breng als basislaag wit aan. Een witte kleur. Neem een wit zonder parelmoer erin of wat dan ook. Het is gewoon puur voor de onderkleur. Want je kan dit wel doen op je naakte nagel of op een andere kleur. Maar als je het op wit doet, nagellak is altijd wel iets van doorzichtig. Als je het op wit doet, dan heb je echt zo'n mooi cartoony-achtig effect. Omdat wit, ja, het is gewoon echt de basiskleur. En als je bijvoorbeeld op geel doet of zo, nee, dat kan niet, op roze of op rood, dan ziet het er misschien een beetje gek uit. Dus altijd een witte basis. Dit is één laagje. En ik breng dit gewoon op al mijn nagels aan, maar ik doe de nail art op één nagel. Maar je kan het natuurlijk ook op alle nagels doen, maar voor de tutorial doe ik gewoon één nagel. En dan laat ik dit heel eventjes drogen. En dan breng ik de tweede laag aan. En zorg ervoor dat het echt super, super spierwit is. Soms heb je misschien wel drie laagjes nodig. Met dit lakje zijn twee laagjes al voldoende. Dus wit, zo wit als papier. En ik breng dit in een streperige manier aan, want je ziet heel snel gekke vormpjes en dingetjes in witte lak. Kijk, dit is één laagje versus twee laagjes. Dan gaan we nu beginnen met de ananas. Ik neem een gele nagellak, lichtgeel. En ik zorg ervoor dat ik niet te veel lak op het kwastje heb. En daarmee maak ik een bolletje, een druppeltje eigenlijk. Dan veeg ik het kwastje weer een beetje af. En nu ga ik het bolletje groter maken tot een ovaaltje. Doe dit heel voorzichtig met het zijkantje van het kwastje. Kleine tikjes geef ik het eigenlijk. En ik zorg ervoor dat het een ovaal wordt. Die iets meer tegen het einde van mijn nagels aan zit. Zodat ik bovenop meer ruimte heb. Nou, laat ik dit heel eventjes drogen. En dan neem ik nu een groene nagellak. Ik heb veel verschillende kleurtjes groen een beetje zitten testen, maar lichtgroen vind ik zelf het mooist. En ik neem zo'n kwastje. Dit is een speciale nail art kwast, maar je kan ook een eyeliner kwastje gebruiken of een ander heel erg dun kwastje. En die dip ik in de groene nagellak. En hiermee ga ik de bladeren maken van de ananas. Ik zet eerst de streep in het midden. Zo. Dan een streepje daarnaast. En je zal zien dat je die kwast een paar keer in de nagellak moet dippen. Dat is niet erg. En dan maak ik een paar extra bladeren. Het belangrijkste is dat de bladeren in het midden het langst zijn. En daarna dip je hem nog een keer in groen en maak je de kleine zijblaadjes. Dus dit is zeg maar het meest prominent. En dan maak je mini blaadjes aan de zijkant. En dan krijg je echt die ananas bladeren vorm. Zo dus. Even mooi perfect maken. Nou, spoel het kwastje om in remover en dan even op een wattenschijfje zodat hij weer schoon is. En dan neem je een van deze drie kleuren. Of bruin, of oranje, of taupe, wat je zelf maar fijn vindt. Bruin is wat harder, oranje is wat feller en taupe is wat zachter. Nou, ik besloot voor taupe te gaan. En daarmee maak je dit patroontje heel makkelijk. Gewoon in de ananas, twee schuine strepen. En dan dip je hem opnieuw erin en twee schuine strepen de andere kant op. Nu heb je een beetje dat vormpje wat je op een ananas ziet altijd. En dit is hem. Dit is de ananas. Laat hem heel, heel, heel erg goed drogen. Maak ondertussen even je kwastje schoon. En neem dan vervolgens je topcoat. Ik neem een quick dry. En wat ik altijd doe, is ik laat altijd druppels topcoat vallen op mijn nail art. Dat ik zo bang ben dat ik het anders uitveeg of zo. Dus eerst een paar druppels erop deppen en dan voorzichtig vegen. En vervolgens doe ik nog een heel klein beetje topcoat op alle andere nagels. Zodat het wit op de andere nagels ook mooi blijft zitten. En dat is het. Dit was de nail art voor de ananas. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Hij is niet zo moeilijk. Het enige wat je nodig hebt is dat dunne kwastje. Je kan dus ook een oogschaduwkwastje of zo gebruiken. Of een tandenstokje als je dat fijn vindt. En dit was hem. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel weer. Tot ziens. En ja, ik vind hem heel fijn en prima werken. Of ik hem opnieuw zou halen, denk ik niet. Nee, ik gebruik het toch bijna niet.